Wij hebben hier zelfs in de plaatselijke verordening staan dat je niet mag vloeken. Zo, en, op straffen van? Op straffen van, precies. Daar kom je al uit. Hoe handhaafbaar is dat verbod? Dominee Sommer, moet godslastering weer strafbaar worden? Ja, dan vraag je wat aan een dominee in Staphorst. Wij hebben hier zelfs in de plaatselijke verordening staan dat je niet mag vloeken. Zo, en, op straffen van? Op straffen van, precies. Daar kom je al uit. Hoe handhaafbaar is dat verbod? Want dat is dus niet te handhaven. Nee. Maar er vloekt toch ook niemand in Staphorst? Vast niet. Nee. Weet je, moet het strafbaar worden? Volgens mij is het nog steeds strafbaar in Nederland. En er zijn stemmen die zeggen van ja, is het niet voldoende om gewoon in de wet te regelen dat de ene burger de andere burger niet schoffeert? Want of je wel of niet een godsnaam heilig houdt, dat is toch vaak hangt samen met wie heb je voor je. Er zijn ongetwijfeld gezelschappen waarin je van alles mag vertellen en daarbij het woord God mag gebruiken, waar niemand zich eraan stoort. Er zijn anderen die daar echt door beledigd zijn. Maar in de Bijbel staat, in het Oude Testament, dat godslastering moet bestraft worden met steniging zelfs. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Precies. Staat in de 10 geboden. En nou is de grote vraag natuurlijk, wat is het ijdel gebruiken van de naam? En wat verstaat u eronder? God ergens bijslepen waar hij niet bij genoemd wil worden. Dus de vraag is zelfs, als je het hebt over inenten, wil God daarbij genoemd worden? Wil God bij die complottheorieën genoemd worden? Ik vind dat best iets om je dat eens af te vragen. We zouden voorzichtiger mee moeten zijn. Wij zouden voorzichtiger moeten zijn. De Joden zeggen, gebruik liever helemaal de naam van God niet dan dat je het op een verkeerde manier doet. Ja. Hou hem dan gewoon voor jezelf als mogelijkheid. Heeft u zichzelf daar wel eens schuldig aan gemaakt? Het ijdel gebruiken van de naam? Ja, ongetwijfeld. Als je preekt, dan loop je altijd het gevaar dat je God ergens bijhaalt waar die toch achteraf van zegt, jongen, was dat nou jouw mening of was dat nou wat ik bedoel? dat is zo. Ja, kijkt u als ja. Toch op een preek en denkt u, nou, dat had ik toch iets anders kunnen zeggen? Of misschien was dat iets te kort door de bocht? Jazeker. Ja? Ja. Nou, de klok slaat. De klok slaat dat het 6 uur is. Ja. 12 uur, ja. 10 uur. Nee, 12 uur is het nog niet. Nee. Ja, dat is verregeld zo, dat je een preek terugluistert, liefst ook nog met anderen, van waar vind je nou dat het niet goed ging, of waar ging het wel goed, dat is, Nou, we moeten vooral naar onszelf kijken eigenlijk, ook als christenen. Ja. Want als we kijken naar moslims, die zijn best wel gehaaid als het gaat om bespotten van hun profeet Mohammed, er zijn natuurlijk cartoons over verschenen. Zouden we niet iets van hun kunnen leren op het gebied van die gehaaidheid als het gaat om godslastering? Wat bedoel je met gehaaid? Nou, zodra er een cartoon, er is een cartoon van een terrorist waar ze al vaak stampij op maken en zeggen van godslastering moet opnieuw verboden worden, want ja, het is volgens mij een tijd lang gedoogd, maar het is nu echt uit. Nee, oké, gehaaid is bij mij een soort slimmigheid om op een niet net een manier je zin te krijgen. Maar dat bedoel je niet. Je bedoelt meer dat ze boos zijn dat het gebeurt. Ja, maar ook op een slimme manier dat het de agenda zetten. Misschien was het niet al te slim om dat die aanslag te doen. Maar ze zetten het in ieder geval meer op de agenda dan christenen. Die horen we er minder over. Ja. Ja, wij hebben. Wie ben ik om namens de christenen te spreken? Maar laat ik voor mezelf spreken. Sinds ik in mijn jeugd dat prachtige verhaal hoorde van Gideon, die de heilige paal die voor het huis van zijn vader stond, en die was daar burgemeester van het dorpje, ja, 's nachts omver had gehaald. En de mensen toen zeiden, wie heeft dat gedaan? Want die moet gestraft worden. Dat was de heilige paal die de godheid vertegenwoordigde. En dat zijn vader toen zei, nou, willen jullie voor God opkomen? Dat kan die zelf wel. Hè? En prachtig dat hij dat over zo'n paal al zegt. En, dus u zegt eigenlijk, God moet voor zichzelf opkomen als zijn naam gelasterd wordt? Ik denk dat God niet nodig heeft dat wij op allerlei manieren daarvoor op de bres gaan staan. Laten we liever in onze manier van leven laten zien wie hij is, hoe die aanwezig is en wat dat uitwerkt. Daar gaat meer van uit. Ja. Ik heb heel vaak het idee dat
al die wetten voor godslastering vooral bedoeld zijn om beelden van God die wij hebben, om die zo'n beetje absoluut te maken. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ze zeggen wel eens, je kan zeggen wat je wil over christenen, maar je kan wel zeggen wat je wil over christenen. Dat is mooi gezegd. Ja. Bent u daarmee eens? Ja, dat vind ik ook. En dat was de zoon van een dominee die dat zei. Freek de Jonge. Ja, Freek heeft wel vaker dingen goed gezegd. Ja. Vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal of word lid van CP+.